Voor ons met een 2-3 zege in Kerkrade hebben we ons geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal. Heb je genoten zondag? Ja, natuurlijk wel van de sfeer. De uitslag was ook goed. Daarna natuurlijk de ontlading met de fans. En hier bij thuiskomst een geweldige ontvangst ook. En waar iedereen wel van onder de indruk was, moet ik zeggen. Dus dat is heel mooi om dat mee te maken. Ja, er staan hier meer dan 1000 fans jullie op te wachten bij het stadion voor een geweldig onthaal. Wat doet dat met jou als trainer? Nou ja, dat zijn, wat ik zeg, dat zijn de mooie momenten die je dan ook deelt met elkaar. En je beleeft dat als toch een klein beetje als in een roes ook. Hè, want je maakt het niet zo vaak mee. Ik vond het prachtig. Dat geeft aan ook hoe de club leeft. En ja, hoe ook dan zo'n groep één wordt met de fans. Dat is gewoon mooi om mee te maken. Ja, dat is dan ook, lijkt mij, een beloning voor een uitmuntend seizoen. Nou ja, uitmuntend. Ook wel weer soms met nog wat dipjes ook. Maar over het algemeen met ADO hebben we natuurlijk goed gepresteerd. Als je 47 punten haalt en dan ook nog meeneemt dat je de eerste 3 wedstrijden nog niet eens je groep compleet had. Ja, dat is heel veel. En uiteindelijk mondt dat dan uit in de 7e positie op de ranglijst. En ja, daar kun je alleen maar tevreden zijn. En ja, dan plaats je voor de play-offs. En we hebben iedere keer de doelstelling aangepast. We hebben eerst gezegd, we willen handhaven. Nou, toen wilden we op een gegeven moment, toen dat voor elkaar was, wilden we de play-offs halen. Dat is ook gelukt. Nou ja, nu gaan we praten over de play-offs om ze ook te winnen. Want je bent nu zo ver gekomen. Nou, dan gaan we er ook het beste van maken. En dan proberen we ook de finale te spelen. Ja, het is natuurlijk het zaak om niet te lang na te genieten. Tweeluik met Vitesse staat voor de deur. Hoe kijk jij daar nou vooruit? Ja, het is een heel kort dag, dat klopt. Morgen staat het alweer voor de deur. En we hebben dus weinig tijd gehad om te herstellen van een toch wel hele zware wedstrijd. Ik kijk er met vertrouwen naar uit. We gaan dadelijk nog trainen en dan gaan we kijken wie er helemaal fris is. Ik denk dat dat morgen het belangrijkste is, dat we fris zijn, vooral ook in het koppie. En dan weer vol gas om te kijken of we een goed resultaat kunnen halen. En dan zaterdag weer naar Arnhem. Ja, kan je al een beetje inschatting maken van de fitheid van de selectie? We trainen natuurlijk nog straks. We hebben nog wel een paar jongens die toch wat problemen hebben, al weken. Dus we gaan kijken dadelijk hoe ze ervoor staan. In ieder geval Trevor David is er sowieso niet bij, want die wordt geopereerd morgen. En EBUE zal er ook niet bij zijn. Die is te geblesseerd om nog te spelen dit seizoen. En Zwinkels? Zwinkels is beschikbaar. Vitesse is natuurlijk een tegenstander die je in de competitie 2 keer getroffen hebt. Uit verloren na een rode kaart met 2-0. Thuis wonnen met 1-0 door een goal van Becker. Hoe schat jij de kansen in tegen? Ja, ik schat dat het wel heel dicht bij elkaar ligt. Ik vond dat we die uitwedstrijd bleven we goed overeind. Inderdaad tot de rode kaart. En toen verloren we uiteindelijk in de slotfase die wedstrijd. En in de thuiswedstrijd hebben we denk ik een paar hele goede kansen gehad ook. En uiteindelijk was het Geraldo Becker die ons de 1-0 overwinning schonk. Dat vond ik een goede wedstrijd. Spannende wedstrijd. En ik verwacht dat eigenlijk morgen ook. En het zal heel dicht bij elkaar liggen. En dan bepaalt de fitheid ook de factor geluk natuurlijk. Het speelt een rol. En natuurlijk het conditionele aspect, want wie blijft dan het langst op de been en kan uiteindelijk dan het verschil maken. Ja, verwacht je ook een vol stadion? De kaartverkoop gaat hard, dus dat is mooi om te zien denk ik. Ja, dat hopen we natuurlijk wel en ik heb er wel wat over gezegd. Het is gewoon leuk spelen natuurlijk in dat Cars Jeans stadion als het vol zit. En dan gaat de hele boel erachter staan en dan krijgen de spelers ook een boost van. En ik hoop dat de mensen naar het stadion komen.